Een ouder echtpaar gaat op een donderdagmiddag boodschappen doen bij de Jumbo in Soest. Bij het afrekenen kijkt iemand stiekem de pincode af. Maar dat heeft het stel niet in de gaten. Ze gaan naar huis en dan gebeurt er iets vreemds, Jacqueline. Ja, als de vrouw van het echtpaar in de keuken dus bezig is om er boodschapjes op te ruimen, ja, wordt er dus op het raam geklopt. Wel een beetje vreemd, want het is, want de keuken ligt niet aan de straatkant, maar aan de achterkant van de woning, aan de tuinzijde. Nou, daar ziet ze dus twee vrouwen staan die ze verder niet kent. En wat willen die vrouwen? Ja, ze spreken geen Nederlands, maar proberen dus wel duidelijk te maken dat ze een weg naar een bepaalde straat zoeken en willen graag dat die mevrouw dat dan voor hen uittekent op papier. Nou, ze had die twee even in de tuin laten wachten om het papier te pakken, maar ja, ze zijn zo brutaal geweest om toch gelijk de woning in te lopen. Ja, ze dachten niet echt iets van het slachtoffer, dus ja, ze tekent dan ook echt ja, het adres uit op tekening. Ja. Maar ja, dat is gewoon een truc. Ja, dat is het ook. En ja, die vrouw die is dan op dat moment druk bezig en dan weet een van de twee dus ja, die ziet dan de kans om de pinpas uit de portemonnee te stelen. Ja, ongelooflijk. En hoe komt het slachtoffer erachter dat ze haar pinpas kwijt is? Ja, later die middag doet ze dus nog een paar boodschapjes en dan is dus de pinpas uit de portemonnee weg. Ja, heel vervelend. De bank wordt dan gebeld om de pas te blokkeren, maar het is al te laat. Ja, helaas, want dan is er dus al €2900 opgenomen. Zo. En onder andere in Hilversum. En wel door deze man en vrouw. De vrouw voldoet aan het signalement van de vrouwen die de babbeltruc uitvoerden. Ja, volgens de man van het echtpaar leken die twee vrouwen echt wel op elkaar. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat we met een tweeling te maken hebben. Maar hier zien we dus een van die vrouwen samen met een man staan. Nou, ze lijken zich wel bewust van de camera, want ze proberen dus echt hun gezicht af te dekken. Maar volgens mij zijn ze echt wel goed te zien. Dit is dus bij een automaat in Hilversum. Later die middag wordt de bankpas van de slachtoffer nog een keer gebruikt, maar dan bij een pinautomaat in Eindhoven. Ja, dit is dus het stel dat we zoeken. Ze zijn best goed in beeld, hè, ondanks dat ze tijdens dat pinnen hun gezichten proberen af te dekken. Jij hebt hun signalementen, Jacqueline. Ja, de man heeft een licht getinte huidskleur, is tussen de 25 en de 35 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur, een donkere, korte baard. Hij had die dag een zwart petje op van het merk Nike, een zwarte jas en een blauwe spijkerbroek. En de vrouw had ook een licht getinte huidskleur, was tussen de 20 en de 30 jaar oud. 1,68 meter lang en ze had donkerblond lang haar. Ze had een blauwe wollen muts op met glittersteentjes. En ze droeg een donkerblauwe sjaal, een zwarte jas en een zwarte broek met een witte bies. Uitgebreide signalementen. Wie zijn deze twee? Ze plunderen de rekening van een bejaarde dame uit Soest. Daar mogen ze niet mee wegkomen. Bel de tiplijn als u weet wie het zijn en wees alert, hè, als u dit stel tegenkomt in de supermarkt.